In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen opende de politieke partij CDA Beek op 3 maart 2018 een campagnehuis aan de Bongert in Spouwbeek. Na de nodige voorbereiding en een kort woordje naar de aanwezigen werd door lijsttrekker Ralf Diederen en Tweede Kamerlid Martijn van Helvert officieel de deur van het campagnehuis geopend. We vroegen aan hem waarom voor deze locatie is gekozen. Ja, dit is natuurlijk het hart van Spouwbeek en dit is ook wat onze partij sterk maakt. Gewoon lokale, sterke mensen die zich op basis van waarde en op inhoud verbinden. En ja, dat is natuurlijk prachtig dat je dan hier zomaar op de Bongert, bij de kerk, bij de Spar, waar veel mensen komen, dat je daar kunt zeggen, dit zijn onze ideeën. Vindt u dat ook een goed idee? En heeft u nog meer goede ideeën? Laat het ons horen. Wat is het doel van een campagnehuis? Het doel van een campagnehuis is dat mensen hier kunnen komen voor vragen over wat willen wij nou in Spouwbeek gaan doen? Wat vindt u belangrijk voor Spouwbeek? En wat vindt u dat beter kan in Spouwbeek? En dat kan hier gezellig met een kopje koffie, iedere zaterdag. En ik zou dus zeggen, heeft u een vraag of heeft u een goed idee? Deel het met ons. Hoe weet een lokale bewoner nu dat er met de informatie of de vraag waar hij mee zit iets wordt gedaan? Ook na de gemeenteraadsverkiezingen. Omdat onze mensen van Spouwbeek zijn en ze kennen ze. Huub Hotzelmans, Rob Swillens, zij zijn gewoon van hier. Jean Wachelder is gewoon van Spouwbeek. Ik bedoel, het is niet iets groots, een gemeente ver weg. Het zijn de mensen die bij je in de straat wonen of één straat verder. Dus als je vraag hebt, moet je ook niet wachten tot een verkiezing. Dan bel je gewoon gelijk bij Jean aan en zeg je, hey Jean, je hebt dit gehoord. Door een schat eraan. He, dus dat is ook, zo weet je dat er wat mee gebeurt. Geen formulieren en bureaucratie, spreekt de mensen erop aan. We lezen in de regionale media dat het vertrouwen in de lokale politiek in Limburg met een 4,7 een dikke onvoldoende krijgt. Opvallend is dat het vertrouwen in deze gemeentepolitiek in Beek met een 6,1 zeer hoog scoort. Hoe komt dit volgens u? Ja, omdat we hier echt hele sterke mensen hebben. Hè. Ik noemde net al de mensen in Spouwbeek. Hè. Jean is natuurlijk een heel bekend gezicht, maar ook Huub en Rob, hè, die zijn echt bekend. En die kennen de mensen en je kunt ze ook erop aanspreken. Maar ook in de andere kernen, in Beek zelf, hè. Ralf Diederen natuurlijk, die kennen we als lijsttrekker. Dat zijn allemaal hele benaderbare mensen. En als je het ergens niet mee eens bent, kun je Ralf gelijk bellen of mailen of aanspreken. En dat is een heel groot verschil. Het zijn niet mensen die alleen maar op een poster staan en die je normaal nooit meer ziet, maar je ziet ze altijd in Beek. En als je dus, dan kun je het nog steeds met iemand niet eens zijn, maar je weet wel, hey, ik ken hem, ik weet waar hij voor staat en ik kan hem erop aanspreken. Waar en wanneer kunnen de inwoners van Spouwbeek hier terecht? Zoals ik begrepen heb, op zaterdag kunnen ze hier terecht voor een kopje koffie en ook voor een goede idee. Dat willen we graag weten, maar ook als ze een vraag hebben kunnen we dat hier beantwoorden. Maar het staat natuurlijk vrij om Jean, maar ook Huub en ook Rob natuurlijk elke dag te benaderen. Het is niet zo campagnehuis dicht en Jean heeft geen dienst. Jean heeft altijd dienst. Huub Hotzelmans heeft altijd dienst en Rob Swillens heeft al helemaal altijd dienst. Dus altijd benaderen, een vraag, niet wachten tot de zaterdag.